Jesse en ik zijn even lekker naar het strand. Oh, lekker. Zo. Eeuw. Ik hoop zo dat het goed komt. Er is er 1 jarig, hoera. Ik wil het zijn dan. Zien wat die bestraling gedaan heeft. Dus misschien is dat voor sommigen van jullie interessant. Moeten wij niet nog eventjes repeteren voor het radio optredentje? Oké, René krijgt even carnavalles. Oh, in je nek. Oh, daar is die. Ik vind het wel heel knap van hem. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hij doet het weer! Yay! Yeah. Hoppakee! Hoppakee! Get your motor running! Oh, 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 oh. Get out of the highway! We gaan nog niet naar de highway, we gaan naar het ziekenhuis! Ja, het ziekenhuis! Zo! Zo! Zo jongens, nog maar 4 te gaan en mijn ride staat alweer hier. Nog 4, poepie? 4. Die, bezig. Ging die? Goed. Ja, het wordt tijd om hem even lekker een beurtje te geven. Even te verwennen. Ja. Huh? Even een beetje verwaarloosd. Nou, dan gaan we weer. Ik ben weer thuis van de bestraling. En nu is het weekend. En dan nog maar 3. En dan heb ik dit ook weer achter de rug. We gaan nu even tussendoor verder met het epoxy project. Ik denk dat we gewoon in elke vlog telkens een klein beetje laten zien. En dan, nou, langzamerhand dan moet het wat gaan worden. We gaan nu de tegeltjes kleiner slaan. Zodat we die dus aan de zijkant kunnen gaan plakken. Zodat we een beetje kunnen kijken hoe dat werkt. En dadelijk ga ik lekker naar de masseur met mijn moeder. En gelukkig kan Serge ons brengen, want het wordt dus noodweer. Oké. Wat? Ik heb de dames inmiddels weggebracht naar de stad voor een heerlijke massage. Ik ben thuis aan de slag gegaan met de deegmachine, heerlijk vers brood aan het maken. Ik ga olijven marineren met artisjok. En ik heb de plaats een beetje opgeruimd omdat de storm eraan zit te komen. Die heeft hier en daar behoorlijk wat roet in het eten gegooid, want ik had allemaal leuke dingen gepland omdat we vandaag 5 jaar samen gaan zijn. Dat gaat allemaal niet door, dus gaan we maar shawarma bakken. Het is even niet anders. Jesse en ik zijn even lekker naar het strand. Hé Jess? Toppie hè? Ja, helemaal toppie. Welke kant ga je op? Oh, zullen we daarheen gaan, Jesse? Zullen we daarheen gaan? Daar zo. En ik zijn even naar binnen gegaan. Want de wind was hard, hè? Ja. Zijn we even een lekker ijsje gepakt met spikkels. En nu gaan we weer lekker naar huis, denk ik. Even opwarmen, even lekker douchen. Ik ga even een boodschapje doen. Maar ja, er ligt van alles om en alles knakt en doet. En ik zie dan ook van die gozers allemaal nog eten rondbrengen. Ik denk, wauw. Dat is wel met dit weer. Ik zou het niet doen. Woe. Zo, we hebben het weer gered hoor. Niks aan het handje. Een beetje een zware rugzak, maar we are home. Oh, Jessie Silver, wat ben jij aan het maken? Een borrelplankje. Dat voor jou. Voor mij? Helemaal voor mij?
Mm-hmm. Of voor ons samen? Oh, lekker. Zo. Eeuw. Nou, Jessie, je kan niet alles maar tussendoor een plankje eten. Er ligt een kwakkie. Oh, ik heb een idee. Fijn, bruin, met... Wat was dat? Was dat? Hey Jessie, we gaan eventjes nog naar de wc, want je hebt geen luieren. Ik denk inderdaad dat daar nog wel wat uitkomt. Ja. Ja. Dit was een scheetje met jus, denk ik. En Jess? Was het een droog scheetje of is je broek vies? Het is broek niet vies. Niet vies? Oké, okay, dat is mooi. Daar gaan we nog van uit dan. Hallo. Nou, ja, wat is het? Epoxy fase 3. Zoiets. Sergio die is verder gegaan. Sergio die heeft er dus een bekisting omheen gemaakt en hem met tape gedaan, want daar schijnt het niet aan vast te blijven plakken. En ja, het kan allemaal veel makkelijker. En we hebben het nu met tape vastgemaakt, omdat met het hout waar we het nu mee hebben gedaan, dat splijt als we daar dat aan elkaar gaan boren. Dus, maar goed, het is allemaal een uitprobeersel, project, kijken hoe we dit zo doen. Als het goed is, gaat het niet zo zijn met ons keukenblad, want als het goed is... Hebben we alle stukken wel en kunnen we ze gewoon zo dicht mogelijk bij elkaar doen. En dan gaan we eigenlijk de epoxy als een soort van lijm gebruiken. Maar als je er dan wat van ziet, dat het dan zwarte lijntjes zijn en hopelijk dat dat ja, nog een special effect geeft of zo. Omdat er ook al zwarte strepen in de steen zelf zitten. Het spannendst wordt nog denk ik ja, de zijkanten goed lijmen. Ik hoop zo dat het goed komt. Dat het een beetje tof is. Nou, de epoxy is gemaakt. En nu gaat dan de kleurtje erin. Het is eigenlijk net iets te weinig volgens onze berekeningen. De kleur zwart. Maar we doen het even met wat we hebben. Ja, er zitten handschoenen bij. Die hebben we ook heel netjes aan, zoals je ziet. Maar het is eigenlijk echt gewoon... Zo zit dodo's bij elkaar af en toe. Nou, het gaat echt gebeuren, jongens. Zoveel fout gaan ook gewoon. Ja, sowieso. Here we go. Here we go. Nou, dit gaat nog to be continued zijn, want dit is veel maar veel te weinig wat we hebben blijkbaar. Nee, is zo. Dus nou ja, dit kan allemaal weg. Zweet en tranen is het in ieder geval. Zweet en tranen. Zweet en tranen, dit kan allemaal weg. Nou, we laten we weten hoe het afloopt. En als we weer verder kunnen. Wat ben jij aan het maken, Jessie? Voor jou. Voor mij? Ja. Wat dan? Dankjewel, dat is lief van jou. Want wie is er morgen jarig? Ik! Oh, jij? Ja. En hoe oud word jij dan? 2 jaar. Nee, je bent nu 2 jaar. Hoe oud word je dan? 2 jaar. 3. En we gaan nu lekkere cupcakes maken. Hè? Ja. Gezondheid. Appelmoes cupcakes. Oeh, dat klinkt lekker. Appel. En je bent al zo goed aan het helpen, Jessie. Ja. Ja? Gaan we roeren. Kijk zo. Yes, zet ze maar in de oven. We hebben 12, nee, wat was het? 10 hè? Nee, of 8. Van die gewone, pardon. 8 gewone en 4 amandelmeel. En dan hebben we hier nog wat over, dus dan kunnen we direct nog een tweede ronde erin zetten. Top! Hey Jessie, box? Mm. Au! Dood! Ze zijn wat donker. Lekker! Ik ga een paar over om erin te doen. En dan daarna ga ik die eiwitjes... Lekker! Toppie! Even een bescheiden dingetje. Onze zoon is morgen jarig. Dus we zijn midden in de nacht. Komt de versieringsvee. Ja, maakt wel heel een sprookje van. Dus we gaan eventjes... Versieringsvee. Ja. Gaan we even... Ik dacht meer aan een decoratietrol. Kijk nou, Jessie Silver is jarig. Wat hebben we nog meer? Deze groene metallic. Ja. En
Hawaii. Summer carnaval. Encanto. Het is Encanto, hè? Ja. Encanto, Encanto. Goedemorgen, Jessie. Goedemorgen. Er is er één jarig. Hoera, hoera. Dat kun je wel zien. Dat is Jessie. Oh? Wat is dat? Wat is dat nou? Een taart? Dat vinden wij alle zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven. Of toch niet zo lang, hoera, hoera. Hij leven lang, hoera, hoera. In de gloria. Hiep de piep. Hiep de piep. Hoera. Hiep de piep. Hoera. Krijg je hem niet om? Kijk uit. Nou, dat doet zeer. Wie is de jarig, Jessie? Ik. Oh, en hoe oud ben jij geworden dan? Nee, drie jaar. Even wachten. Even wachten. 3 jaar. Dan moeten we ook een muts op, hè? Ja. Ja. Ik word ook jarig. Ik kan niet muts aanzetten. Happy birthday. Happy birthday, lieve Jessie. Happy birthday to you. Even wachten. Ga je een wens doen? Ja. Eventjes wachten, hè. Hoeveel kaarsjes staan erop? Goed zo. Ja, vind ik het leuk. Cadeautje, cadeautje. Mijn pillenpoep! Mijn pillenpoep! Mijn stijgeren! Woe! Wie staan er allemaal op? Wie staat er allemaal op? Wil je er nog één? Ja. Een lekker cake. Oh, en een lekker cakeje. Nou zeg. Kijk, wat zijn dat? Dat zijn mijn poppetjes! Puzzelboek. Poppetjes, niets is te dol. Zijn al onderweg. Dat is een Paw Patrol puzzel, schat. Het is een puzzel. Ja. Nog de laatste. Ja. Voor vandaag. Is het... Nee, dat wij niet nog één cadeautje hebben. Nee, 3 cadeautjes, omdat jij 3 jaar bent geworden. Hé, hey, kun je het ook maken? Ja, waar ga je die ook maken? De stoel, denk ik, de plek. Zo, jij kan al goed scheuren, zeg. Wow, mijn poep! Dit is ook mijn puzzel. Ook een puzzel, van wie? Winnie de Poe. Winnie de Poe. Vind je het leuk? Ja. Ah, gelukkig. Jessie Silver. Het was toch niet het laatste cadeautje, zie ik. Oma heeft ook nog een cadeautje. Wow. Wow. Dat is een lekker rood, hè? Ga
is het? Ja, dat ik er echt anders aan kijken. Dat ik er nu dit aan het kijken. Ja, een verrekijker. Ik kan niet... Zullen we die gelijk openmaken? Ja. Oké. Zo leuk. Yes, wacht even. Kijk. Zal ik je laten zien? Oh. Gaan we de vogels zoeken in de boom? Andersom. Oh, Rek is daar boven bedacht. Dus kijk maar van heel dichtbij hoe Rekje poept. Hier, moet je naar kijken. Naar de vogel. Op het dak. Zie je? Ja. Ja, heel dichtbij. Kan je nou ineens alles van dichtbij zien? Ja. Dat is gek. Ik ga even naar de vogel kijken. Oh, ik zie een kleine vogel. Nou, ga maar kijken. Dan zeker kijken. Ja. Als je hem andersom doet, dan kijk je alles dichtbij. Ja, zo. Ja, ik hoor het. Heb jij mee, Jessie? Deze mee. Ja. Snoepjes voor de andere kindjes. Ja. Snoepjes voor de andere kindjes en jou, hè? Ja, maar... Ja, ga je uitdelen. Ik ga het doen. In mijn hand. In jouw hand. Ja, goed zo. Ik zal hem even open doen voor je. Ja, doe maar duwen. Nee! Even stoppen weer. Ja? Oh. Maar dan denkt ze dat de jarige Job er niet is. Ga je dan zeggen boe? Hoi. Jarige Joppie. Liepe de piep. Heb je mijn snoepje? De voorlaatste, blijkt het te zijn, niet één na laatste, maar de voorlaatste radiotherapie heb ik gehad. Wat is het tussen een voorlaatste? Nou, één na laatste schijnt helemaal niet te bestaan. Nou, ik ging het wel eens opzoeken en eigenlijk geeft hij altijd een foutmelding op dat woord. Het is eigenlijk voorlaatste. De één na laatste. Ja, het is als voorlaatste. Zeg maar van... nee, het zal ook kunnen, voorlaatste. Maar één na laatste, ja, ik weet niet. Is dat dan meer gewoon een soort van... Ja, dat is gewoon... Een volks ontstaan. Ja, dat denk ik. Ding. Ja. Dus ja, ik was niet als laatste over de streep, maar als één na laatste. Ja. De één na laatste. Dan zou het na de laatste zijn. Ja. Nee. Eén, het is voorlaatste. Één na laatste. Is de voorlaatste. Dus je bent niet de één laatste. Wauw. Ja. Zo. Maar dus de voorlaatste bestraling heb ik gehad, jongens. Ik heb tot nu toe nog steeds nergens last van. Ik zei net wel tegen hem, ik zeg, volgens mij begin ik nu voor het eerst dat ik een beetje wat tinteling voel. Maar ja, het is gewoon eigenlijk niet noemenswaardig. En alleen mijn rechter oksel is ietsje rooier dan mijn linker. Maar ook dat vind ik gewoon bijna niet noemenswaardig. Ik ga gewoon weer goed smeren. Dus ik ben gewoon ontzettend blij. Ik heb nog even nagevraagd. Het werkt 2 weken lang, werkt het door. Hè? Dus dan kan je nog last hebben van de bijwerkingen. Dus roodheid, steken, dat soort dingen. Waar ik nu eigenlijk dus allemaal geen last van heb. Dat kan in die 2 weken komen. En daarna is het gewoon klaar. Maar ook inkapselingen en dat soort dingen. Nou, dat werkt op littekenweefsel. Zoals ik het van Gabrielle heb gehoord. Ja, is dat dan weer een ander proces. Maar ze hebben me wel verteld, kijk, voor mij is het dus nu gewoon preventief. Dus ze konden al niks zien. Als er dan al wat zat, dan was het echt micro, dus ze kunnen het ook niet vergelijken. Maar ze bestralen natuurlijk ook soms op echt een tumor. En je lichaam heeft dan ongeveer 6 weken nodig om te herstellen. En je kan dus ook na 6 weken pas zien wat die bestraling gedaan heeft. Dus misschien is dat voor sommigen van jullie interessant.
En ze vertelde ook dat er zo ongelooflijk veel veranderd is in de afgelopen jaren. Zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld 16 jaar geleden. Ze zegt dat is eigenlijk niet meer te vergelijken. Vroeger werd bijna alles meegenomen, niks gespaard. En nu is het zo precies en weten ze precies waar alles binnenkomt. En mogen ze maar tot een bepaalde waarde komen. En als ze daarboven zitten, ja, dan doen ze het gewoon niet. En dan moeten ze met een ander plan komen. Dus ja, dat vind ik wel echt... Ik ben zo blij dat ik nu in deze tijd al leef, waarin ook de wetenschap gewoon heel snel vooruit gaat. Hè? Zeker, ja. Nog één, jongens, nog één! Woe! Woe! Zo, nu even de tijd om te koken. Ik ga lekker... Aubergine'tjes ga ik eigenlijk frituren, maar dan in de pan. En onze even wat, nu zijn ze te vochtig, dus we zetten even in een vergiet met wat zout erop een uurtje. Dan laat hij namelijk heel wat vocht los en dan kunnen we straks lekker gaan frituren. Mijn zus is er bijna, dus we hebben nog even de tijd. En ik zat te denken, schat, moeten wij niet nog eventjes repeteren voor het radio-optredentje op 9 maart? Maart. Ik hoor het mezelf zeggen. Maart. 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 Ja, dat is goed. Ja, want we hebben een soort van optreden bij een lokale radiostation. Weet jij nog hoe ze heet? Blondieke. Ja, hoe zij heet. Ja, zij heet Blondieke Ternauw, Terlouw. Hou eens vast. Zoek hem even snel op. Mijn telefoon. Ik heb net mijn telefoon laten vallen. Nou is mijn speaker kapot. Dus ik hoor echt zo'n... Ik kan het niet nadoen. Maar als ik het geluid hoor, dan is het net alsof het onder water is. Blondieke. Want we gaan 9 maart naar... Voel je thuis? Radio Centraal FM. De legendarische 94,5 megahertz. En daar hebben we dus een interview en ze vroeg of we 3 liedjes wilden zingen. Ja, dus, dat gaan we doen. Dus ik dacht in ieder geval ons duet, die we al nooit hebben gezongen, überhaupt ergens live. Dus die moeten even oefenen en dan ieder nog een nummer. Okay. Ja. Dus jij gaat mij trainen maar, want Oh ja. Wij gaan er even oefenen. Oké, en ik krijg even carnavales. Het ziet er heel mooi uit. Eigenlijk moeten we Jessie ook al een beetje de Brabantse waarden meegeven natuurlijk. De waarden? Ja, normen en waarden. Wat is het gebeurd? Waarom gaat het er mee? Wat een herrie. Die is van tante Elena. Wat? Deze, maak deze maar open. Oh, kijk eens. Er zit een. Oh, wat is dit? Van wie zijn dat? Een kanto! En dat is een kaart en er staat hoera, het is een zilver 3. En er staat, lieve Jessie Zilver, vandaag is het feest en iedereen is blij, want er is er een jarig en dat ben jij. Geniet lekker van deze dag. Stuur je de foto van je taartje? Is dat nou? Papa trof van jou? Ja! Dan kunnen we spelen, kleuren en plakken. Ik ga kleuren. Wat was dat? Bas! Ja, doe je hem open. Wat is dat? Wat? Oh! Oh! Lala!
Wauw! Ballonnen! Een boerderijballon. Dat is kaart van die Sabino zijn. Met onze duurzame regio. Even lezen. Ja. Veel plezier op jouw verjaardag. Als hij niet luistert, en ja. Als hij niet luistert naar jou. Dan staat liefde Tessie Zilver. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Misschien kunnen we er op je verjaardag niet bij zijn, maar ook op jouw echte dag proosten wij jou. Alweer 3 jaar, wat gaat de tijd snel, het wordt je groot. Veel plezier vandaag. Hele dikke knuffels en kusjes. Vincent, Emma, Charlie en de kleine Uk. Ja. En ook voor papa, mama, oma en de anderen. Van harte gefeliciteerd. Love you. Dat is lief, hè? Dat is lieve tante El. Zeg maar dankjewel. Die is leuk, hè? Kijk, hè, naar Elena. Zo. Jan en Piet zaten in het riet. Weg! Weg was... Jan. Weg was Piet. Kom maar, Jan. En kom maar, Piet. Nou, jij. Heb je een paar nieuwe pizza? En weg. Ja, nou mag jij het doen. Weg. Jan en Piet zaten in het riet. Jan zit in je nek. In je nek. Oh, daar is die. Ik vind het wel heel knap van hem. Want hij denkt wel, ik moet hem weer in de hart te laten. Waar is hij nou? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Nou, is dat Jan? Maar Jan. Waar is Piet dan? Weg zijn Piet. Hij is weg. Waar is Piet? Nou, gaat mama doen. Kijk, mama. Jan en Piet zaten in het riet. Weg was Jan. Weg was Piet. En toen? Ja, dan moet je wel niet. Kom maar Jan, maar dan moet je weer erop plakken. Kom maar Jan. Kom maar Piet. Oh. Maar zij doet gewoon een andere vinger. Ja, maar ze plakken niet. Nee, dat kan je ook ik gewoon doen. Ik laat hem op mijn wijsvinger en dan doe ik precies. Zo. Mijn middelvinger. Zo. Nee. Nee, wijsvinger en dan doe je je wijsvinger weg. Ja, dat doe je later. Ja. Ja. Dat zijn de echte vogelaars. Oh, ik zit hier nog steeds met mijn mutsje om. Zo. Dat is me weer een dagje. We zijn aan het einde gekomen van de derde verjaardag van onze kleine piraat. Oh ja. Die overigens nog half aan het huilen ligt in zijn bedje, dus misschien moet je daar maar even naartoe gaan. Oh ja. Kijk, in ieder geval, volgende plan. Is mijn laatste straling. Morgen de allerlaatste. En dan zal ik waarschijnlijk niet veel later beginnen met de chemopillen. Maar. Eerst gaan we dit afsluiten. Eerst eventjes de een en dan het ander. Ik zeg, dit is fase 3 eigenlijk, hè? Fase 1 was de chemo's. Vind ik heel erg als ik niet zo helder meer op ben van geest om alles terug te halen. 2 is de amputatie en 3 is bestraling. Ja, op die manier. En 4 chemotabletten. Ja. En dan ondertussen geweefd zit mijn hormoontherapie. Ja, het is zo. In ieder geval, voel je dit alleen vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en een belletje aan te zetten, zodat je wel eens meekrijgt als we weer iets uploaden. En zo voor nu alvast een hele fijne avond. Goed. Ja, wie weet kijk je wel helemaal 's ochtends, maar dan heb je hem alvast in je broek zo. En heel graag tot de volgende keer. Ciao! Ciao.